Ik denk dat ik hem al snap. Dat wat je daarboven ziet is wat normaal. Normaal was het de zuidelijke Grand Prix geweest. Ah, oké, op die manier. Oké, snap hem al. Normaal was het nu de zevende Grand Prix geweest als je de volledige seizoen had gedaan. Snap hem. Maar we doen een heel korte seizoen. 31 graden. Misschien dan beter om op de soft te gaan dan. Lijkt mij dan. Het is te koud voor mediums. Vijfhonderds zou ik even moeten doen. Ik zie wel wat ik doe. Het team has just finished preparing the bike and the rider is ready to get. Oh ja, Gerrits. Tuurlijk ja. Ik ga het zien staan. En in deze race bepaal ik of ik het eventueel nog 5 mogen doen. Gele vlaggen. Dus dat is ook even iets om naar benieuwd te zijn. Waar zie ik ze? Het scheelt toch wat ik zie. Ik moet er weer voor mijn neus gaan. Gaat ze kopjes geven. Oh, kleine Ukkie. Hey. Dozie. Ik kan niet sturen als jij een kopje aan mijn hand gaat geven. Het is een beetje onnatuurlijk om het zo vast te houden, maar goed. Ik denk dat ik zo meteen wel weer iets omhoog kan doen, de difficulty. Good morning and welcome to the Jerez de la Frontera circuit. We are live. It's been a long weekend, but we finally reached the moment everyone's been waiting for. 36 graden, denk medium is het beste. The sky is cloudy, but the weather will hold up throughout the race. The circuit should remain dry. Niet. Hier is het nat. Will help consumption levels. With many riders discarding soft tires and opting for medium tires on both the front and rear instead. Hoe kan trouwens 30 road to 50 30 stuks 30% zijn? Dan zie je, hij is op 100. Dat is vreemd. Ik kan zeggen, dat kan helemaal niet. Dan moet ik even aanpassen nog. The riders are lined up on the Jerez grid. There doesn't seem. Oké, race start. In de middle of the pack, 18e plaats. En we hebben 6 rondes. Oh, 6 rondes. Oh, niet 5. Oh. Crash meteen achter me. Rustig aan, nee jongens, kom op. Okay, hij is. Oh, ze remmen al, weet je.
Ik had niet verwacht dat ze nu al zouden remmen. Goed. Nee, een koop schijf. Jeetje. Moet er eentje aan de binnenkant even zitten. Rustig aan, mee. We waren eigenlijk alweer in de punten. Dus er één grote groep nog met de leiders. Je kan niet even een wijdere bocht in nemen. Of er gaat er al eentje duikt elkaar te binnen. Nee. Aangehaald, ondanks de wheelie. Raakt hij daar gras aan? Volgens mij niet. Volgens mij was het echt cup. Cup, die cup, cup. Oh mijn god, ik moest remmen. Excuses voor alle hoofd. Hoofd. Telefoongebruikers. Op telefoon, dat wil ik zeggen. Mate, zie je me niet dan? Fucking dickheads, je ziet me toch rijden? Zijn ze blind in deze game of zo? Nee, dat gaan we niet doen. Waar ik ook elke keer als je een klap wilt geven. Hier werd elke keer bijna een klap gegeven bij wijze. Die zo staat van, hey yo, wegwezen. Eerst 100 lukken met 600, maar ik heb misschien wel 600 nog nodig om voorwaarts te komen. Ik heb moeite om hier door heen te raken, geen rest, lijkt het. Vijf was de snelste ronde in de vorige lap. Volgende is het trouwens leiden voor Onchu, Minho. Ik zie nog geen Maasje in de top 3. Dat is gunstig. Kijk, dat hadden we nodig. Oh, sorry. Oké, top 10. Ben ik nou net voorbij gestreept door Otje of zo, of hoe die gozer ook heet. Ik heb er helemaal niet eens door gehad.
Nee, negende. Nog 3 rondjes te gaan. Kunnen we nog verder naar voren dringen? Nog een 3 waait hier ook. Goedemiddag. McVie! Oh, klein duwtje, niks aan de hand. Niks aan de hand, niet zo jammeren. Maar McVie, hoor. McVie is gewoon ook Maasje volgens mij voorbij. Wat een actie daar aan de binnenkant. Oké, okay. Ah, ik had hem. Kirpie, Kirpie, Kirpie is een groot probleem. Kirpie, 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 niemand houdt ervan. Tenzij je houdt van crashes. Dan ben je hier aan de goede plek met deze Kirps. Achtste plek, kom op. We kunnen nog wat verder naar voren. Weet het. Goed, gaat dichter rennen naar Maasje. Oh, Maasje. Hou op met te veel naar de concurrentie te letten. Dan mag ik daar weer bijna fout doordat ik naar de move van Maasje aan het kijken ben in plaats van naar mijn eigen bocht. Kom terug, oh mijn god. Foutje daar in de top 3. En iedereen buncht op bij elkaar en ik ben Maasje voorbij. Er was iemand in de top 3 die daar te wijd ging, die daardoor zorgde dat bijna het hele veld bij elkaar kwam. In ieder geval de top 10 zit nu in een kluitje bij elkaar. Klassiek MotoGP, Moto 3 klasse racing. Die komt daar aan de binnenkant zetten. Squavera. Dat hangt ook omhoog, echt te traag. Wat doe je nou? Alsof jullie dat niet doen. Nee. Dat kon niet. Dat is beter. McVie, Mino. Ja, zie je wat het verschil uitmaakt. In de quali was ik fucking wel veel sneller als die gasten in de race. Het valt wel mee. Een secondje hoog uit, meer niet. Bijna 4 wijd bij het uitgaan van de bol, 3 wijd. Er wordt een beetje ingetikt, hier 3 wijd ingaan. Ik vraag me af of dat in het echt ook wel mogelijk is daar ook. Oh, bijna in het duel gegooid. Curbs zijn echt niet normaal. Alsof je door een aantal drempels heen gaat, joh. Zo ontzettend wat je er meteen van. Buitenkantje. In ieder geval Garcia voorbij. Garcia komt terug. Komt terug. Ja, meet. Haal al dat je stuur vast. Fucking hell. Moet je nou echt een minuut lang dat wiebelen doen? Binnenkantje bij Garcia. Oh, een beetje een inhaal zonder Dodgy Tactics. Buitenkant, wie rent te laten? Garcia op een of andere manier was te laten. Switchback. Binnenkant bij de volgende. Lovely. Clean. Want de enige contact die gemaakt werd, was niet mijn fout. Dat is een beetje zoals Hamilton en Magnussen in Spanje. Dit is ook Spanje trouwens, maar
De Grand Prix van Spanje, of Catalunya ook beter gezegd. Oh, buitenkant bij Foggia en Onshu. Cup. Dat was even vertragen aan het punt. Oh, ik zat op z'n twee. Ik wou boos zijn, Onshu, maar ik reed daar. Ik had de binnenkant. Jij moet dan een beetje daar rekening mee zien te houden. Wat is de final lap trouwens? Hey guys, final lap, agressiviteit. Kijk hoe met 4 trouwens de eerste plek krijgen nu. Oh mijn god, dat werkte. Dat werkte. Jeez. Oké, dat was de eerste aanschroef, jammer. Oh, for fuck's sake, guys. Je ziet me toch. Come on, mate. Je ziet me toch dat ik daar rijd. Hoezo? Maakt niet uit. Winst is voor mij. Come on. Geen idee welke klootzak het was, maar die lette niet op. Mignot tweede, oh, gelijke tijd met McPhee. Krijgen ze dan ook allebei 18 punten of 20 punten? Blijkbaar niet. Foggia vierde, Marcia helemaal gezakt naar de 7e plek. Dus dat is interessant. Er zijn nog vallers geweest. Alleen Ricardo Rossi niet gefinished. Kop van de kampioenschap, nu 16 punten voor op Mignot en Marcia. McPhee had maar 1 punten. Hij had maar 1 punt. Of nee, sorry. Ik won. Wacht even hoor. Moet ik ook goed zeggen. 25, 20, 16. Had maar 6. Had maar 10 punten. Heeft nu in één keer 26 punten. Dat is hem. Toch? 25, 20, 16 is het. Ja, volgens mij wel. We staan nu tweede in deze kampioenschap. Wie is mijn teamgenoot eigenlijk? Oh, ik geef wel OD. Hij heeft in ieder geval 23 punten nu. Skip, skip, skip. Vierde race ook weer gehad. Dan zijn we op de midden van de kampioenschap.